Family Brothers, welkom bij Brawl Stars aflevering nummer 7. Ik ga jullie super erg bedanken dat jullie hebben geklikt op deze goed nieuwe video. Want zoals je aan de titel kunnen lezen, ga ik vandaag iets heel erg speciaals doen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik jullie iets vragen. De afspraak is 5000 likes, is morgen weer een nieuwe video online. Maar omdat het vandaag zo'n speciale video is, ga ik op deze video, en ik weet dat we het kunnen, de 10.000 likes vragen. Want als wij de 10.000 likes halen, ga ik aan jullie edelstenen weggeven. Het enige wat je hoeft te doen is te liken. Abonneer om helemaal gratis lid te worden van de King Almighty Family. Dus klik met je vinger op die schappige abonneerknop. Jij wordt gratis lid van de family. Vervolgens ga je naar de comments en laat je je Brawl Stars ID achter. Zodat ik je kan toevoegen en via de berichten je een code kan sturen die jij moet invoeren. Waarmee je uiteindelijk saldo krijgt op je iPhone en daarmee edelstenen kan kopen. En dan kan jij weer sappige megaboxen openen in de Brawl Stars winkel. Wie wil dat nou niet? Oh ja, en ik verklap het alvast. Ik heb een speciale app. Als jij een comment achterlaat onder mijn video, kan ik achter jouw comment zien of je bent geabonneerd of niet. En ik kies alleen de mensen uit die zijn geabonneerd. Dus abonneer. In ieder geval, family, wij gaan vandaag iets superleuks doen. Dus ik was lekker aan het chillen. Ik check de Brawl Stars winkel en ik zie iets. Ik zie namelijk dit. Ik zie nu pas dat mijn shirt groen is. Zeg maar, ik heb groen in mijn shirt, waardoor die zeg maar doorschijnt door de greenscreen. Best wel leuk. Mortis en Max, de twee mythische knokkers, zijn in de Brawl Stars winkel. En die moet ik hebben. Ik moet edelstenen hebben. Ik koop zowat elke video edelstenen. Family, ik word helemaal gek. Ik moet ze hebben. Dus ik zag ook toevallig dat je 22 euro actie hebt van edelstenen. Waardoor je 415 edelstenen krijgt. Plus ik heb er zelf nog 38. Maar hij gaat die kopen. Geef me die edelstenen. Ja, ik wil die edelstenen, bro. Geef me alsjeblieft edelstenen. Ik moet Max en Mortis hebben. Vooral Mortis. Mortis vind ik zo dik. Zo dik. Je aankoop is voltooid. Beter voor je dan mijn aankoop is voltooid. Vrienden, ik wil mijn edelstenen. Waardoor ik weer lekker sappige knokkers kan kopen. Oh. Oh. Mortis, welkom bij de King Almighty Knokker Family, boy. Oh. Oh. Hem wou ik zo graag hebben. En ik wou ook zo graag Max hebben. En toevallig zijn ze allebei in de winkel. En zijn van 350 edelstenen afgeprijsd naar 259. In ieder geval Max. En ja, ik weet niet, Mort, hoeveel was Mort's family? 150 of zo, zoiets. Oh. Max, welkom bij de Knokken family. Ik heb gelijk twee mythische skins family. Hoe komt dat nou, joh? En ik heb nog 25 edelstenen over. Ik dacht, misschien kan ik nog iets openen of zo. Maar nee, oké. Oh, ik kan niet wachten om mijn nieuwe knokkers te testen, family. Vooral Mortis. En ik heb ook nog een perfecte game mode om dat te testen. Wij gaan ze allebei natuurlijk minimaal rang 10 maken voor morgen in de video. Dus het komt helemaal goed, want ik ga zo hard grinden, family. Dus we gaan naar een nieuwe game. Er zijn nieuwe evenementen. Klik, klik, klik. Ik kan 4 game modes spelen. En van alle 4 game modes krijg ik natuurlijk van die super, super grote token daar linksboven. Waardoor ik zeg maar een grote box punten kan sparen. En uiteindelijk een grote box kan openen. Ik heb zelfs nog een knokkenbox. Als ik hier een skin uit krijg, hey, imagine. Nee, het was ook te mooi waard zijn. Het was ook te mooi waard zijn. Maak helemaal niks uit. Maak helemaal niks uit. Ik vind het helemaal mooi. Er is ook nieuws. Kijken, wat voor nieuws? Gadgets. Er komt een nieuwe knokker in Brawl Stars. Die moeten wij hebben, bro. Hoe bedoel je? Binnen 20 uur. Oh. Oh. Oké. Mortis. Oké, laten we... Oh, dit is iets gratis. Ja, even mijn tickets gratis. Gratis. Ga terug. Mortis. We gaan als eerst solo een showdown spelen. En daarmee een potje winnen. Want daarmee kunnen we ook een grote token krijgen. Ik noem het gewoon groot token. Oké, family. Maar gelukkig is de oude map weer terug, man. Deze vind ik veel beter. In plaats van die irritante drinken. Waardoor eerst een grote reus wordt en iedereen helemaal kapot slaat. Want ik krijg die drink alleen maar tegen. Oké, Mortis. Show me your power. Ik ga jou zo hard levelen. Ik ga jou zo hard grinden. Nou, kijk. Qua uiterlijk, family, vind ik sowieso dat Mortis het dikste uitziet, oké? Gewoon die vampierenstijl en alles met cape en... Ah, hij ziet een beetje Batman-achtig uit. Ik vind het zo dik. En Rico wegwezen. Mortis is wel close range. Maar ik hou van close range, family. Maar Rico is long range. Oh. Zoals ik al zei.
Nee, ik heb dat ding niet ge... Ah, ik ben zo... Oh man, dit is zo slecht. Dit is zo slecht. Ik moet third party. Ik moet third party. Nee, nee, komt die beer. Ja, ja, pak hem, pak hem, pak hem. Goed zo, goed zo. Pak ik wel dit ding, dankjewel. Ja, kill een beer. Nee, daar naartoe, daar naartoe. Nee, dit is zo slecht. Ik moet even wennen aan Mortis Family. Het is mijn eerste potje met hem, dus ik ben er best wel super slecht mee. Omdat ik puur niet weet wat hij kan. Ik weet niet wat zijn speelstijl is. Ik weet niet wat zijn attacks is. Dus ik moet er nog even aan wennen. Oh, oh, oh. Ah, die steen heeft hem beschermd. Nee, hij pakt alle dingen. Ga weg. Mm. Oh. Oh. Ik moet echt wennen aan Mortis. Ik moet echt wennen aan hem. Hij is super goed. Hij is super sterk. Maar ik moet er echt aan wennen. Showdown, showdown. Boom! Gelijk die eerste potje gewonnen met Mortis. Hij is super goed, family. Zijn speelstijl past me wel. Want vooral als je met die attack, die normale drie-strepen attack, gewoon kan wegkomen. Snap je? Kan hij heel erg snel bewegen. Alleen ik moet eraan wennen. Want ik wist totaal niet wat zijn attack was, oké? Okay? Dus ik heb het nu voor het eerst gezien. En ik maakte best wel veel fouten. Maar geloof mij, laat mij vandaag grinden. En morgen in de video gaan we weer Mortis selecteren. En dan ga ik geen één fout maken. En dan gaan we foutloos winnen. En precies hetzelfde gaan wij nu met Max doen. Want Max, ik weet ook niet hoe hij speelt. Hij ziet in ieder geval super dik uit. Dus jou ga ik. Wacht, kijk naar Mortis stat. Oké. Nou, Max is in ieder geval super snel, dat weet ik wel. Oké, kijk, solo showdown hebben we al een grote token verdiend. Dus nu gaan we edelstenen grijs spelen. En daarmee gaan wij een grote token verdienen. Maar dan hoop ik dat we goede teammates krijgen. Want van edelstenen grijs ben je super erg afhankelijk van je teammates. Nou, ik kan ook Pam selecteren. Heeft de enemy nou Pam? Normaal in edelstenen grijs selecteer ik Pam. Zo, zijn normaal attack wel sterk. Woe, long range. Woe. Wat is dit? Oh, ik kan super snel bewegen. Ja, ren maar weg, vriend. Die zijn bang voor mij, hè? Jongens, waarom pak dan die stenen? Ik maak ze zo weak en mijn teammates doen niks. Pak ze dan, teammate. Je doet helemaal niks, man. Ik doe alles hier zo, bro. Ik heb hem. Oh, hij heeft hem. Oh, Boe heeft hem gepakt, bro. Max is kapot sterk. Max is echt sterk. Max, ik vind Max zo chill. Oh, ik heb niet in de... ik zeg niet dat hij mij damage, family. Als ik turbo gooi, was ik weggegaan. Family, dit is even puur wennen, man. Ik ben niet zo al te goed met deze nieuwe knokkers, man. Ja, boom dood. Ja, kom dan. Maar laat me 3-sterren attack zijn en dan ga ik pushen met die snelheid, wacht. Prrr, lekker voor je! Lekker, wij hebben alle sterren. Lekker. Pak hem. Laat me weer vol worden, hij heeft spam protectie, kijk uit. Prrr. Ga weg. Oké, als ik weak ben, moet ik ervoor zorgen dat ik mijn special attack doe en heel erg snel wegkom. Want ik vergeet in mijn special attack zitten. Ik moet niet te dichtbij komen. Lekker boe. Ik ben lekker dood. Geef me al die stenen. Jullie gaan mij nooit pakken. Ik ben zo snel. Jullie pakken mij nooit. Lekker. Pak me dan als je me pakken kan. Kan je niet, hè? Nee. Oh, we moeten nog eentje hebben. Nog eentje, dan gaan we aftellen. Ja, hij is ook nog long range, dus je kan niet dicht bij mij komen. Oké, we hebben 10. Family, kom terug. Kom terug, brothers. Kom terug. Oh. Bescherm me alsjeblieft. Oké, ik kan heel erg snel wegrennen, dus je kan me nooit pakken. Nee, we hebben maar 9. Wat doen jullie? Waarom pushen jullie ook, man? Gaan jullie weer dood? Kill Boe even! Hij komt puur op mij af. Ja, pak hem. Kijk hem wegrennen. Ja, lekker aftellen. Niet doodgaan, teammate. Alsjeblieft, ik wil het snel winnen. Lekker, ik heb hem. Lekker, oké, nu wegrennen. We hebben de 14, bro. Oké, ik heb het 10. Ik kan wegrennen. Ik heb het 10. Als ik er zelf 10 heb... Dan is het al genoeg voor de aftelprocedure. Oké, 5. Pak me dan. Kijk hoe snel hij redt. Trrr, Sonic Amati. Woehoe, jullie gaan me doen. Easy peasy. Lemon squeezy, family. Oké. Natuurlijk ben ik de ster speler. Hoe bedoel je, man? Even serieus, bruh. Diemtje. Oké, Max. Ik vind Max supergoed.
Max is echt sterk. Hij kan heel erg snel rennen, maar zijn normale attack, die is echt super sterk en super veel range. Dus dat is echt perfect. Oké, we hebben van Edelstenen Grij en Showdown onze grote token verdiend, want je kan het maar één keer per dag doen. Nu hebben we Knokbal. En ik denk dat ik voor Knokbal is een beetje close range, ga ik Mortis selecteren. Puur voor close range. Kijk, van de twee is dus Mortis voor de close range en Max voor de long range. Maar onthoud dat Mortis, de special attack, wel long range is. Dat weet ik wel. Want hij heeft zo'n gekke special attack met die vleermuizen. Wat is dit? Oh, lekker teammate, dankjewel. Ik heb ze weak gemaakt en jij hebt ze gekilled. Goeie teamwork, ik volg jou. Ga maar, ik geef je dekking, ik geef je assistentie. Oké, hem kan ik... Moet de Frank helpen! Bam! Woo! Let's go! Ik pak net op tijd de kill, man. Want ik weet dat die barman de verdediger laag is. Boom, we gaan mijn special attack testen. Boom, dood. Yes, lekker, ik heb hem. Mag ik de goal maken, please? Oh, dat is zo makkelijk. Oh. Dit was echt een snelle win. Ik zeg toch, Mortis, close range. En in Knokbal vind ik gewoon, Knokbal tenminste, vind ik close range super chill. Oké, Mortis, ja, we hebben een ster token gekregen. Super erg bedankt. Nu hebben we nog één game mode. En welk game mode is dat? Dat is mega gevecht. Gaat ook over 20 uur beginnen. Ik ben super erg benieuwd wat dat is. En dan ga ik zeker spelen. Belegering, fabrieksrum. Nou, laat ik weer Max selecteren. Om en om. Dit is wel de laatste game mode die wij moeten halen. Alleen, ik heb deze nog nooit gespeeld, Fabry. Dus ik weet niet wat voor game mode dit is. Maar ik had in ieder geval al zo vermoed dat het long range zou zijn. Oké, dit is een mooie long range map. Waardoor Max goed in zijn element komt. Kijk, zie je, Shelly kan nu niks. Want Shelly is close range. Kijk, Shelly is bijna dood. Oh shit. Zo, Max heeft al low defense. Wel heel veel damage, maar echt low defense. Poco killt mij gewoon bijna. Shelly is bijna dood. Ja, dankjewel teammate. Lekker, Shelly is dood. Hé, wat is dat? Er komt een hele grote robot naar mij toe! Teammate! Wat doet die robot? Waar is onze robot? Als we een robot hebben, wil ik ook een robot! Kill hem! Nee! Wat is dat, family? Hoezo komt dan weer in zo'n grote robot? Ga weg! Nee, dit is niet leuk. Dit vind ik echt niet leuk! Wat denk je zojuist gebeurd? Hoezo krijgen we de robot aan mij niet? Oh, moeten we... Oh, die... Ik ga sturbo. Poco. Kwijt, Poco. Shelly. Pak Shelly dan, teammate. Teammate is zo slecht. Nu gaan jullie een robot op jullie kop krijgen. Nee! Ik ben gekilled door die... Oh, dat ding kan schieten. Die kluis van hun kan schieten. Dat heeft een rockets... boven zijn kop. Geef me die onderdeel. Turbo. Ja, kijk, zie je, nu is Max super chill. Sorry, Turbo. Help, Shelly is hier. Ze gaan me killen. Please help, teammate. Help. Ja, Poco is dood. Teammate, help me. Goed zo, Brok. Shelly moet ook dood. Turbo. Geef die onderdelen. Anders gaan hun weer een robot krijgen. Hun hebben meer dan ons. Dit zijn de slechtste, maar dan ook de slechtste teammates ooit. Nee, we zijn dood. Dit zijn de slechtste teammates ooit, Fab. Dit gaan we nooit winnen. Die teammates van mij zijn zo slecht en ze doen helemaal niks. Een level 13, en we zijn dood. We zijn af. Ik doe zo erg mijn best. Maar ik deed letterlijk, Fabry, letterlijk alles in mijn eentje. Letterlijk alles in mijn eentje. Die teammates deden helemaal niks, man. Teammates, waar zijn jullie mee bezig, man, bro? Nou, het is niet gelukt met Max, maar dat komt 100% door mijn teammates. Dus we gaan onze laatste potje spelen met Mortis. En ik geef hem nog één kans, Fabry. En dan nu moeten wij dit winnen. Teammates, alsjeblieft, teammates. Oh, we hebben Pam, dat scheelt. Pam, alsjeblieft, gebruik special attack goed, Pam, oké? Dit is wel close range. Ah, nee. Ik dacht even dat Max... Gebruik ik mijn special attack. Maar ik dacht even dat ik Max had om snel weg te rennen. Maar het was Mortis. Helemaal vergeten. In ieder geval... Ja, oké, goed zo. Oké, deze teammates kunnen wel spelen. Oké, goed zo. Pak alle onderdelen. Lekker, we hebben een robot. Vol aan, robot. Ik ga je helpen, bro. Ik help je, robot. Vol aan, bro. Let's go, robot. Oké. Let's go, ik kom met de robot mee. Shelly gaat kwijt. Shelly. Ik heb mijn special attack. Oh, ik word git, hoor. Wat? Door wat word ik git?
Oh, door die kanon natuurlijk. Ik ga special attack gooien, wacht. Boom! Alsjeblieft. Ik heb het ding lekker gedamaged. Ik kom er ook in. Pop! 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 Ik ga gewoon slaan. Maar oké, maar niet dat ik dood ben, fam. Maar ik ging er gewoon vol in. Om zoveel mogelijk damage te doen tegen die kluis van hun. Die kluis is in ieder geval bijna dood. De volgende robot over 14 seconden. Oké. Ik ben benieuwd. Pak alle onderdelen. Oh, dus is het nou over 10 seconden wie de meeste robot onderdelen heeft? Boom, laat mij hem pakken. Lekker, dankjewel. Hier, Shelly krijgt eigenlijk special tech en ding ook. Primo. Oké, Shelly is ook voor mij. Shelly, kom ziezo, Shelly. Hey, bam, bam. Oh, ik mag niet in die rode cirkel komen, family. Want zodra ik zeg maar in die rode zon van hun komt, krijg ik een kanon naar mijn hoofd. En ik denk waardoor ik de hele tijd dood ga. Ik krijg gewoon een dikke kanon op mijn hoofd. En daarom ga ik dood. Het is niet zo dat ik dood ga door die knokkers. Want ja, ik zie hun mij niet damage of een attack gooien. Of ik kill hun. Maar dan ga ik ineens dood. En denk ik van, oh ja, het is die kanon. Maar ja, het is zoals ik al zei, de eerste keer dat ik deze game mode speel. Dus ik weet dat gewoon totaal nog niet. In ieder geval hebben wij alle grote tokens die wij vandaag kunnen verdienen... Hebben wij verdiend, family? Even kijken voor we kunnen zelfs een normale knokdoos openen. Twee zelfs. Dankjewel. We hebben weer 4 van die tokens. We hebben nog 6 nodig voor een grote doos. Klik. Jammer. Misschien edelstenen? Edelstenen, inderdaad. 3 edelstenen, toch voor mij, ja. Geef me een... Oké, jammer. Kijken, ik ben hier hartstikke tevreden mee, family. Hartstikke tevreden mee. In ieder geval, family, ik vond het genoeg geweest voor vandaag. 10.000 like deze video. Abonneren in de comment. Jullie Brawl Stars ID achterlaten. En dan ga ik jullie morgen weer terugzien met een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie. Ik hoop jullie ook van mij. Peace.